De Nederlandse kust ligt veilig achter dammen en duinen. Maar storm op zee kan ervoor zorgen dat het water toch behoorlijk hoog komt te staan. Als er op dat moment ook nog eens hoogwater optreedt op de rivieren, ontstaat er een waterprobleem. Het rivierwater kan niet naar zee en er dreigt overstroming. Dat probleem wordt opgelost als het teveel aan rivierwater ergens tijdelijk kan worden opgeslagen. Het Volkerak Zoommeer is aangewezen als zo'n plek. Deze zoetwatermeren zijn ontstaan na de deltawerken. De oude platen van het getijdengebied zijn nu begroeid met wilgenbossen. Het zijn geweldige visgronden en de drukke scheepvaartroute tussen Rotterdam en Antwerpen loopt ook via de meren. Alleen in noodgevallen zal hier een heleboel water uit de Maas en de Rijn worden ingelaten. Het waterpeil kan dan wel met 2 meter stijgen. De oude zeedijken en historische uitwateringssluizen zullen aangepast worden. Zo kunnen ze hun oude, beschermende rol blijven vervullen.